Nieuwe week. Nieuwe kansen, nee. Nou, dat niet alleen, maar ook de moment. Ja, en dit keer afdrukjes maken van de negatieve die we vorige week ontwikkeld hebben. Ja. Die hadden we eigenlijk niet laten zien vorige keer. Nee, direct. Hier zijn ze dus. Ja. Nou, dat zijn diegenen die we vorige week ontwikkeld hebben. Daar gaan we zo mee de doka in en dan gaan we de afdrukken mee maken. Ja. Ja? En is het een ingewikkeld proces? Of hoe, wat, kun je even heel kort erheen lopen? Als je voor het eerst mee gaat beginnen, dan kan het heel ingewikkeld lijken. Maar als je het één keer zelf gedaan hebt, dan wordt er al heel veel... Zelfs met ontwikkelen eigenlijk. Ja, ja. Stappenplan volgen. Ja, ja. En hey, kijk, ik ben benieuwd. Wat doen? Ja. Oké. Nou, wat hebben we voor ons? Dit is de vergrote. Deze gebruiken we om de vergrotingen te maken van het negatief. Eigenlijk is het een soort projector. Ik ga hem meteen even open doen. Hier heb ik een lade en een negatief houder. Ja. Nu heb ik een negatief houder voor 4x5 inch, dus deze. Kan ook nog tot kleinere negatieven, tot 35 mm, kan je hier allemaal mee werken. Deze laat ik even open. Ik leg hem er alvast in hoor, zodat hij een beetje veilig ligt en dat ik de rest kan uitleggen. Ook altijd even je negatieve stof wegblazen, want als zo'n stofje tussen zit, dan ga je dat op je foto zien. En dat willen we niet hebben. Net als scannen. Ja. Zo, die zit erin. Nu heb ik, even kijken, dit doe ik allemaal op nul, dat heb ik niet nodig zometeen. De vergroter bestaat uit een lamphuis. Hier zit een lamp in. Die schijnt hier doorheen door het negatief en daarna door de lens. En dan wordt hier uiteindelijk je afbeelding geprojecteerd. En dit is een vergrotingsraam. En hier komt je papier uiteindelijk onder. Je lichtgevoelige papier waarop je de foto afdrukt. Dat is het een beetje in het kort. En dan komt die foto op dat papier? Ja, die komt op een lichtgevoelig papier. Dan ziet hij nog niks op. Dan moeten we daarna naar de natte kant van de doka. En dan moeten we hem gaan ontwikkelen. En dat is ongeveer hetzelfde als film. Dus ook ontwikkelaar en stopbad en dan fixeer en spoelen. Is dat net als bij de wetplates dat dan die foto tevoorschijn komt? Ja, bij ontwikkelaar komt je foto tevoorschijn. Mm. Ja, dat gaan we zo zien. Het eerste wat ik moet doen is scherpstellen. Dus de afbeelding scherpstellen op mijn vergrotingsbord. En daarna een testje maken. Die papieren vellen die bepalen of je zwart-wit of kleur... En je film natuurlijk ook. Ja, je negatief. Je negatief als eerste. Dus je negatief of je kleur of zwart-wit hebt geschoten. Bij kleur gebruik je kleurpapier en bij zwart-wit gebruik je zwart-wit papier. Mm-hmm. Met deze machine kan je allebei doen. Met deze kan je allebei, want hier zit een kleuren, zogenaamde kleurenkop op. Ja. Waarbij je kleuren kan mengen. En dus je kleurzwemen in kleur kan opheffen. Even om meteen de diepte in te gaan. Deze kleurkop kan je ook gebruiken bij zwart-wit om contrast te beïnvloeden. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. Ik. Ik hou hem gewoon dit keer simpel. Ja, is goed. Ik zat meer te denken dat je dat bij het ontwikkelen, dat je dat daar contrast beïnvloedt. Maar dat ligt dus echt aan je... Dat ligt aan de filteringen in je, aan de filters die je bij je afdrukken gebruikt. Oké. Okay. Ja, en je hebt ook zwart-wit vergroters. Die hebben dus niet de kleurenkop en die hebben niet die filtering. En dan gebruik je losse filters, die ik hier heb, om je contrast te beïnvloeden. En dat gaat van 0, laag contrast, tot 5, hoog contrast. Ik ga deze filters ook gebruiken in deze houder, dus onder de lens. Ik doe gewoon een gemiddelde filter erin, een 3. En die laat ik gewoon inzetten en dan kijken we even wat we daarmee krijgen. Dan ga ik even scherp stellen. En deze machines hoeven niet warm te worden?
Nee, je zet hem aan en dan is hij al wel warm. Ja, ja, soms heb je wel lampen die wat langer duren om op gang te komen. Maar als jij gaat scherpstellen en een teststrookje maken, wat we zo ook even gaan doen, dan is onderhand die lamp al wel warm. Ja. Geen vragen. Dia. Het is eigenlijk een diaprojector. Even, ik vertaal het even naar mijn simpele zielentaal. Ik wou net zeggen, ja, het is gewoon een projector. En daar leg je dan je negatief in. En dan wordt het afgedrukt op je fotopapier. Ja. En die beïnvloedt eigenlijk op dezelfde manier als dat film beïnvloed wordt. Licht, mm-hmm. meer licht, minder licht. En dat papier heeft dan die print op zich. En dan ontwikkelen in het bad. Ja, eigenlijk net zoals een negatief. Die heeft ook de foto op zich. Maar die moet ook nog ontwikkeld worden. En zo is hetzelfde bij het papier. Ja. En om het nog even een stapje erbij te doen. Deze lens die hierop zit, mm-hmm. die heeft ook een diafragma. Waarbij je dus ook je sluitertijd, dus eigenlijk je belichting van je papier, kan beïnvloeden. Ja. Net zoals bij een camera. Next level. Ja, je gaat het wel snel gebruiken en je hebt het wel snel door. Okay. Het is eigenlijk alleen om je belichting. Dus, ideale belichting is zo rond de 20 seconden, 25 seconden. Zodat je ook nog wat effecten kan doen, eigenlijk. Analoog kan photoshoppen. Ah. Misschien doen we dat zo nog even. Ik ga eerst even scherpstellen. Daarvoor moet het licht even uit, want dan kan ik daadwerkelijk zien wat ik doe. Ja, dan ga ik hier de objecten manipuleren. Ja, die kan ik er nog even uithalen. Deze uit? Ja. Die mag nog wel aanblijven. Zie je wat? Ja, weinig. Maar misschien wel wat. Maar komt goed. Maar daar heb ik een koppel zoeken. Zie je dadelijk niet meer. En dan heeft elke vergroter heeft een klok. Die heb ik hier ook. Dus kan ik op timen hoe lang die belicht. En je kan er altijd ook het licht gewoon helemaal aanzetten. Nou, hebben we hier al een afbeelding. Maar die is nog wat onscherp. En om hem scherp te krijgen kan ik hier aan de knop draaien. En dan zien we een scherper worden. Ja. Ja, dat is vrij scherp. Ja. Om nog echt kritisch te beoordelen, zet ik deze erop. Kan ik hier doorheen kijken en dan kan ik echt de korrel van de film zien. En zodra ik de korrel echt zie, dan weet ik dat die scherp is. En de ding heet dan ook een korrelzoeker. Ja, dus, korrelzoeker. Juist. Dan wil ik ook weer een scrabble doen. Ja. Ja, dat is wel heb je deze gevonden, de korrel? Ja, kijk er maar doorheen. Nou heeft een 4x5 inch negatief, is deze wel best wel fijn korrel. Dus dan is het ziek scherp, hè? Ja, hij is vrij scherp. Godzame. Ja. Dit heb ik even zonder die filter erin gedaan. Die kan er nu weer in. En nu ga ik ook een teststrookje maken. Dat houdt eigenlijk in dat ik hier zo meteen een strookje papier op gaat leggen. Gewoon een klein stukje, dus mm-hmm. nog niet een hele print. Mm-hmm. En die elke keer 2 seconden gaat belichten. Dus ik hou hier een kartonnetje op, dan laat ik hem 2 seconden belichten. En dan ga ik de hele tijd een stapje doen. Yeah. Zodat we straks een strookje krijgen met verschillende belichtingen erop. En kunnen we kiezen welke belichting het meest ideaal is. En dan kies ik ook altijd wel een stuk uit wat een goede verdeling van licht heeft. Als je bijvoorbeeld een foto hebt van een bos en een blauwe lucht en een stuk schaduw onder het bos, dan wil je eigenlijk een gemiddelde van de hele afbeelding en niet alleen het uitgebeten gedeelte of alleen de schaduw. Dus ik zou hier eigenlijk kiezen voor zo'n stukje dakrand of zo, omdat ik hier veel donker in heb zitten, ook licht en een beetje gemiddeld. En dan kan ik precies zien wat ik de beste belichting daarin vind in het gemiddelde. Hierbij draai ik ook de lens een beetje dicht. Dan ga ik meestal zo op f11 zitten. Dus je ziet het dan nu. En dan is eigenlijk de vergroter klaar
om de testjes te maken. Ik moet alleen de klok nog even op 2 seconden zetten. Dat is deze, dat test ik altijd even. Moet die andere lamp nog uit? Zo. Dat kleine lampje wat nog aan staat? Ja, die mag nu uit. Zo. Dan heb ik hier mijn pak papier. Het zit nu nog dicht, dus hier kan ik nu, omdat alleen het rode licht nog over is, kan ik gewoon veilig papier eruit halen. Zo, even wachten tot de camera weer alleen ook rood licht uitstaat. Dus is mijn papier verpest. Even kijken. Had ik toch volgens mij net al wat afgeknipt hieruit. Nou ja, ik had nog hele kleine strookjes. Maar ik ga even een wat groter strookje knippen, zodat ik het iets beter kan laten zien. Mm-hmm. Zo. Goed. Vergeet niet je pak papier altijd weer goed dicht te doen. Ik kijk ook altijd 2 keren achterom voordat ik het licht weer aandoe. Kun je ook fotopapier in een camera doen en dan een foto maken? En dan dat je... Jazeker. Kan dat? Ja, dan krijg je een negatief eerst en dan, dat noem je een papiernegatief. En als je die weer op een papier legt en dat weer belicht, dan heb je weer een positief. Dus dat kan. Ik wilde ongeveer hier... Ik kan nog even kijken. Dan leg ik papier even weg onder de tafel en dan... Dan weet ik weer, oké, daar wil ik hem hebben. Dan leg ik hem hier tussen. Nou, omdat ik zo een kartonnetje eroverheen ga schuiven, dan schuif ik misschien het papier mee. En dat wil ik niet. Dus ik heb ook een glasplaat. Die leg ik er even bovenop. Zodat het papier goed stevig blijft liggen. En nu kan ik mijn stapjes van 2 seconden gaan maken. En dat... Oh ja... Ja, je hebt hem door. Ja, die, waar die belichting stelt het op. Dus daar krijg je een soort van gradient. Juist. In stapjes. Ja. En de laatste is. Dus nu telt het op van 2 seconden, 4, 6, 8, 10 en verder. Nu zit er dus een latente afbeelding in dit papier. En dan moeten we naar de ontwikkelbaden. Hier heb ik een ontwikkelbad. Dan gaat hier een stopbad. En een fixeer heb ik hier achter en een spoelbad. Ontwikkelen moet ongeveer 1,5 minuut. Stopbad 1 minuutje. Fixeer 2 minuutjes. En dan spoelen een paar minuten. Ik kan gewoon even in laten spoelen. Testjes kunnen altijd iets sneller door het stopbad en ik fixeer. Omdat je ze niet hoeft te bewaren als de ontwikkelaar... maar zijn werk heeft gedaan. Dus die gaat erin. En de ontwikkelaar is nu een beetje koud, dus hij komt wat langzaam op gang. Maar hij komt er zo aan. Ik denk dat we hem nu wel 1,5 minuut ongeveer hebben. Een belangrijk ding, ook bij... Het ontwikkelen is dat je altijd de tang weer terug doet in hetzelfde bad. Dus nooit met deze tang daarin en dan weer terug, want dan ga je baden kapot en dan is het snel voorbij. Loog en zuur samen. Ja, ja. Nou, omdat dit even testen is, normaal zou je deze dus 1 minuutje doen, het stopbad. Dat doe ik nu zo'n 10, 20 seconden. En dat bewegen is ook altijd gewoon om je chemie goed over papier te verspreiden. Om dan een even ontwikkeling te hebben. En ook het stoppen goed te laten verlopen. Ik denk dat die hier wel ergens tussen zit, die belichting. Dus dat is fijn. Zo. Dat is echt cool. Zo, fixeer. Als hij eenmaal in de fixeer ligt, dan kunnen we ook het licht weer aandoen. Nu is het papier niet meer gevoelig voor licht.
En dan check ik dus altijd nog even mijn pakken papier weer. Die zit allemaal dicht. Dus als jij je lamp aan wil doen zo, dan mag dat. Ja. Ze zien hier de stappen. Zo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Laat ik hem afmaken. Je ziet hier een kras erin zitten. Maar die is nu van de glasplaat die ik erop heb gelegd. Die glasplaat is vies, dus er kunnen wat krasjes en stofjes tussen zitten. Ik ben ook al best wel blij met het contrast eigenlijk. Ja, nou, ik ben sowieso onder de het is een beetje grijzige afbeelding, denk ik ook, omdat de film wat ouder was. Meestal zoek je in een testafdruk de plek waar de zwarte niet zwarter mee worden. Ja, dat snap ik. Dat doe ik met Photoshop ook bij mijn digitale foto's. Ja, ja. En waar de witte ook nog goed wit blijven, maar dat is ligt een beetje samen meestal. Als je langer gaat belichten, dan gaan je witte ook naar het grijs toe. En dat wil je eigenlijk niet hebben, want dan krijg je een beetje een blubberig beeld. Maar hier zie ik ook... Wit kan weer opnieuw grijs worden als het te lang belicht. Als je het te lang belicht, dan wordt het wit-grijs, ja. Dan verschuift het hele spectrum mee. Dus wit is niet het eindhalte? Wit hoeft niet het eindhalte te zijn, nee. Ga ik hem even spoelen. Mag ook vrij vlug, want we hoeven het niet echt te bewaren. Nee. Tenzij je thuis... En normaal zou ik zeggen even buiten de doka bekijken bij goed licht. Maar we hebben nu hier best goed licht. Oké, what do you see? Ik kijk een beetje naar de witte. Verloop je hier. Omdat... Kijken hier, je hebt wel andere lichtinval, dus de witte hier zullen weer anders hier zijn. Maar ik vind hem hier best wel mooi nog. En hier is het ook al in de, hier heb je nog mooie doortekening hier in de schaduwen. Ja. Dus ik denk dat we deze stap gewoon pakken. Mm-hmm. En dat is dan dus 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconden. 12 seconden, ja. Plus 2, aan het einde deden nog 2. Ja, dat is deze. Dus hier begin je bij 2. Je begint niet bij 0, maar bij 2. Dus 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconden. Oké. En dan ga ik de klok op 12 zetten. En heel veel papier eronder. En dan gaan we deze gewoon groot uitprinten. Ja, voor ons filmpje is eigenlijk dit best wel een belangrijk gedeelte van de uitleg, hè? Testen, ja. Oké. Ja. Want je wilt... Dat eigenlijk, ja, je gaat bepalen wat je ideale belichting vindt en hoe je print eruit komt te zien. Dus de testen is eigenlijk wel heel belangrijk. En dan weet je wat je gaat doen en dan is het een kwestie van... Dan is het uitvoeren, ja. Dan is het instellen en uitvoeren. Ja. En dan kan je daarna nog altijd het geheel bekijken en denken van... Ah, ik wil toch nog even een stapje aanpassen. Nou, dan doe je nog een aanpassing en dan ga je ermee verder. Oké, cool. Even kijken, we hadden 12 seconden gezegd, dus ik zet mijn klok alvast op 12 seconden. Ja. Die is ingesteld. Papiertje heb ik niet meer nodig, glasplaat heb ik niet meer nodig. Scherpstellen is gedaan. Het enige wat ik hier hoef te doen is gewoon... Die weer goed dicht. Nou, daar gaan we. Ik durf bijna niks te zeggen, maar dat maakt, dat maakt helemaal niks uit. Geluid heeft natuurlijk geen invloed. Ja. Je kan er zelfs je hand doorheen waaien en je ziet er niks van. Moet je wel snel er doorheen waaien. Ja, ja, ja. Niet te langzaam. Ja. Hier zit hij in? Ja. Nu al goed is.
denk dat we wel vrij spot-on zitten. Ik zie nu al dat we gewoon in de schaduwen hier best wel goede doortekening nog hebben. Ja. Dus kunnen we nog van alles zien, hier ook onder. Ja. En de hoge lichten zijn ook niet helemaal uitgebeten. Ja. Dus, en wat we ook met het schieten zagen, dat op matglas best wel scherpteverloop was. Dat is eigenlijk, ja, hier op de voorgrond heb je wat onscherpte, maar voor de rest is eigenlijk alles gewoon best wel scherp geworden. Ja, want het is F32. Ja. En dan heb je toch nog onscherpte op de voorgrond. Ja, en dat komt eigenlijk omdat ik die verstellingen heb gebruikt, waardoor ik het perspectief een beetje beïnvloedde. Ah, ja. En daardoor lag de scherpte ook net weer ietsjes anders. Ja. Vet man. Of is dat geen goed hip woord meer in 2019? Moeten we zeggen gruwelijk. Of ik denk dat wij daar geen gevoel meer voor wat hebben. Wat zeggen de hipsters? Nee, precies. Nou, dan hebben we deze afbeelding een vergroting gemaakt die eigenlijk nu eigenlijk best wel goed is. Hoe dat ook met een rolletje werkt, als je daar van één rolletje een afdruk maakt, van één afbeelding van het rolletje, dan kan je eigenlijk dezelfde instellingen voor de rest van de rol ook ongeveer gebruiken. Dan moet je soms een beetje wat tweaken, maar je zit ongeveer bij hetzelfde. Omdat ook al zijn de foto's op verschillende manieren belicht, negatieven zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Ja. Ja, je hebt die negatieven in dezelfde kamer geschoten, hetzelfde rolletje, dezelfde ontwikkelmethode. En dan kan je ook in de vergroting kan je ongeveer dezelfde belichtingen gebruiken. Dan moet je natuurlijk al een beetje kijken bij elke foto. Misschien een beetje wat aanpassen, maar je zit ongeveer in dezelfde regionen. Deze laat ik heel even hierin zitten. Fixeren ongeveer 3 minuutjes. Komen dit soort platen bij vergroters mee? Of moet je dat als het goed is wel, ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, die andere ook. Soms heel irritant bij zo'n vergroter bijvoorbeeld. Als je daar geen 6x6 of 35 mm raam bij hebt, dan ben je gewoon aan het klooien de hele tijd. Dat is wel handig dat alles hetzelfde is. Maar als je nou een rolletje van 36 hebt, moet je 36 keer dit proces herhalen. Ja. Daarom maakte je vroeger altijd een contactraam. Dan ging je kijken wat de beste... Leg je alles erop? Ja, leg je gewoon alle negatieven erop, glasplaat erop, ja. Een belichting eroverheen. En dan ging je uitkiezen welke je ging uitprinten. Je ging lang niet alles uitprinten. Dat is eigenlijk gewoon alleen de goede. Ja, ja, precies. Mijn coole bondmuts. Ja. Daar gaan we weer. Heb je? Ja, het is lastig. Zo. En hoe groot... Hoe groot kan het? Ik kan hier tot goed uitvergroten tot 40 bij 50, 50 bij 60. Echte foto's, geen print. Nee. Echte afdrukken. Echte afdrukken, ja, dat is toch wel cool, hè? Ja, ja, het is ook een... wat ik het mooie vind bij Doka werk, is het eigenlijk dat het maar door twee lenzen heen is gegaan. Door je camera, die optische lens, en dan deze lens. Ja, het is echt ziek, hè, dat die focus rechtop staat. Ja, ja, die focus die heb ik precies inderdaad hier overheen laten lopen. Dus dat scherpstelvlak had ik helemaal gekanteld. En die loopt dus helemaal weg. En dan hier heb je ook nog een beetje scherp. Omdat het hele scherptevlak ook daar naartoe liep. Dus het is een beetje extreem. Ja. Ja. Heel cool. Echt heel cool. Zo. En het laatste wat ik nog even doe is hem door de droger halen.
heb ik deze voor. Gewoon invoeren. En er is geen wetting agent nodig? Nee, nee. Deze was gewoon het eerst met rollers het water eraf. En daarna gaat hij over een lopende band langs ventilatoren met hete lucht. En dan komt hij er droog uit. Dat is handig. Dat is heel handig, ja. Ja, want soms hang je het op, of sommige mensen hangen het op aan de lijntjes en dan moet je wachten tot het droog is. Ja. Op een gegeven moment is je lijn vol. Ja. En hierbij kan je dus gewoon wat sneller werken of wat meer produceren. Ja. Ja, maar dit is ook fijn, dan heb je gewoon meteen resultaat. Foto, droog, ja. Klaar. Ja. Je hebt wel twee soorten papier in zwart-wit. Dat is, dit is resin-coated. Dat betekent dat er een plastic laag overheen zit. En je hebt nog een bariet. Dat is fiber-based. En dat is meer dat je foto meer echt in het papier zit, de emulsie. Dat papier dat krult heel erg met drogen. Dus die kan je ook niet door de machine inhalen. Want dan loopt de machine vast en dan gaat misschien je foto in vlammen op. Dus dat zijn niet proberen. Oké, okay. Mag je hier met je vingers aanzetten? Of is dat ook dat dit dan over een tijdje... Want dat is toch... Dat... Nou, kijk, als je echt helemaal galerieachtig bezig bent, dan ga je handschoentje aantrekken, ja. En zo mee om te gaan. Om gewoon vingerafdrukken te voorkomen. En in je handen zit ook zuur, dus dat kan de foto aantasten. Ja, dat bedoelde ik. Dus ja, oké. Okay. Maar dat inderdaad. Okay, ja. Nou, maar je kan het gewoon aanraken hoor. Dat is gewoon, kan het gewoon weer reproduceren. Ja, vet. Ik vind het toch vetter dan ik had gedacht. Ook dat gebouw, dus dat eigenlijk de lijnen en de compositie een hele belangrijke rol, ja, eigenlijk de grootste rol krijgen in je foto. Ja. Maar ja, daar zijn dus nog 1000 mogelijkheden. Met deze combinatie zijn er al vrij veel mogelijkheden, ja. Met de technische camera. Ja, de technische camera, ja. Ah ja, dat is nog relatief... nee, het wordt niks. Oké, okay, cool. Moeten we het nog laten zien in de winkel? Of, ja, zo kan je het ook niet echt zien, hè? Ik denk dat we het even goed nog ervoor moeten houden. Is goed. Oeh, zo. Een lampje erbij. Ja, want dit is ook weer... Om dan weer niet het eindresultaat te laten zien. Ja, dat kunnen we niet maken. Ja, het is de foto is lichter dan op de camera. Ja, dat is beter. Die lichtvlek is een lamp, hè jongens. Dat, die hou ik erboven. We hebben alles doorlopen. Ja. Ja. Technische camera. En nu? Wat kunnen we nog doen? Dat kunnen we nog doen. Nou, we zijn helemaal klaar met de fotografie. Oké. Okay. Nee, nou. Nee, valt nog genoeg te doen. Zullen we camera's bespreken of comments vragen? Of vraag anders ook even aan een paar klanten wat ze, of ze... Ja, ga ik doen. Niet, gewoon, ja. Ja, het is leuker om iets te doen waar vraag naar is dan nog 40 Klopt. Camera's ja. bespreken. Ja. Alhoewel dat ook interessant kan zijn natuurlijk. Oké, okay, nou. Ja. Tot de volgende keer. Ja, joe. Doeg. Doei.